1, 2. Nee, ja, oh, het is een goed iets, maar het is niet het goede antwoord. We zijn verder. Ik ben Sam. En ik ben Anouk. En we zijn vandaag bij Glamour. En we gaan kijken of we elkaar een beetje goed kennen. Of in lijn zitten. Yep. Even kijken, vraag nummer 1. Waar is Samuel het meest trots op? Dat is een makkelijke, en dat is namelijk zijn zoontje. Daar is hij wel echt het meest trots op. En dat, ja, dat is echt een oogappeltje. Waar kan je Samuel echt jaloers mee maken? Ja, toch wel zeg maar bepaalde schoenen die dan in zijn maat niet te verkrijgen zijn. Hij vindt namelijk best wel vaak roze schoenen heel erg tof. Of ja, bepaalde kleuren die alleen maar dames sneakers hebben. En die heb ik dan en hij niet. En daar kan hij heel jaloers op zijn. Wat is Samuels allerslechtste gewoonte? Hij is best wel chaotisch. Dus ik moet hem vaker aan heel veel dingen herinneren. Dat is best wel, vind ik, een slechte eigenschap. En hij kan ook heel erg piekeren soms. Dus dat hij dan, ja, hij is echt een binnenvetter. Dus dan piekert hij echt heel erg in zijn hoofd, zit hij dan met allemaal dingen. En dan uiteindelijk ja, moet ik het echt uit hem gaan sleuren van waar hij mee zit. En wat zou Samuel vaker voor jou mogen doen? Hier moet ik even een hele goede bedenken. Dit kan ik namelijk wel tegen hem gebruiken. Ik denk dat hij wel vaker spontaan iets mag plannen. Vooral omdat ik echt wel heel erg een controlefreak ben. Vind ik, denk ik, wel fijn als hij dat zeg maar zelf ook wat meer zou doen. Gewoon als verrassing. Totaal iets doen uit wat ook onze comfortzone zit. Hoeveel ex heeft Samuel en is hij daar bevriend mee? Hij heeft er eentje. Daar heeft hij ook een zoontje mee. Dus ja, hij is er wel bevriend mee. En ze gaan goed met elkaar om. Dus wat ik eigenlijk alleen maar goed vind. Want ja, het gaat natuurlijk wel ook om zijn jong. Dus wat zou Samuel doen als hij geen rapper was? Oeh, wat zou hij doen? Ik denk dat hij wel iets richting management zou doen. Of iets in de zin van misschien jongerencoach. Zoiets. Ik denk dat hij daar uiteindelijk wel een beetje in terecht zou komen. Maar ja, rapper, dat past zo goed bij hem. Dat ik eigenlijk nu zo verder niet echt iets kan bedenken wat hij zou doen. Maar ik denk wel echt iets met jongeren. Misschien ook qua talent en zo. Waar heeft Samuel een zwak voor? Voor mij? Ja, voor mij en Zion. Ik denk dat wij wel... En voor zijn moeder natuurlijk. Ik denk wel dat wij de drie belangrijkste personen in zijn leven zijn. En dat hij heel veel zou doen voor ons. Dus ja, ik denk dat dat het eigenlijk is. Wat is Samuels grootste droom? Sam is echt heel erg loyaal naar al zijn vrienden en familie toe. En ik denk dat het zijn grootste droom is. Dat hij uiteindelijk met zijn passie, wat hij dus, ja, dus rappen en muziek maken, uiteindelijk genoeg verdient om echt voor iedereen zeg maar, te kunnen providen. Ik denk dat dat zijn grootste droom is. Wie heeft wie versierd? Dit is een leuke. Ik kwam Sam tegen voor mijn werk waar ik vroeger werkte. En toen wilde ik met hem op de foto. En toen herkende hij mij, want we zaten met elkaar op de middelbare school. En toen zei hij, hey, jij bent toch Anouk? En toen is hij eigenlijk zo een beetje met het balletje gaan rollen. Ik heb daarna een half jaar in Shanghai gewoond. En toen, toen ik weer terugkwam, heb ik echt weer contact met hem opgezocht. En van het een kwam het ander. Maar hij is wel degene die mij voor het eerst heeft gezoend. Dus technisch gezien was het Sam. Waar ging jullie laatste ruzie over? Volgens mij over het huis schoonmaken. Volgens mij was ik geïrriteerd toen ik thuis kwam. Omdat er iets was gebeurd of zo. En toen, ja, ik kan er echt tegen. Echt heel slecht tegen als ik thuis kom van werk. En het huis is een rommel. En nou vind ik het huis wel sneller een rommel dan dat hij het vindt. Maar ik denk dat daar onze laatste ruzie wel echt over ging. Wie van jullie kan het best met geld omgaan? Ik. Ja, hands down. Ja, zoals ik net al vertelde is Sam wel gewoon echt heel loyaal naar iedereen toe. Dus hij is ook heel gauw als hij uit eten is met vrienden dat hij wil betalen. En als ik bijvoorbeeld met hem de stad inga, ook al heb ik zelf bijvoorbeeld mijn centjes mee, dat hij dan zeg maar, ja, kom maar, ik betaal het wel. Dus dat is een hele mooie eigenschap, maar ja, hij kan wel het minst goed van ons met geld omgaan. En we zijn weer bij de eerste vraag. Waar heb jij een zwak voor? Waar heb ik een zwak voor? Ik heb een zwak voor zwakke mensen. What the fuck? Nee, ja, oh, het is een goed iets, maar het is niet het goede antwoord. Wat hebben we verder? Denk eens even na. Weet ik veel. Zion. Over Zion, natuurlijk. Natuurlijk heb ik wel zwak voor mijn eigen kind. Wat is je grootste droom? Een heel groot huis waar we met ons allen kunnen wonen en ons
zinnetje. Nou ja, ja, ik had het wel iets uitgebreider, maar het komt er wel op neer. Ja, toch? Wat zou je doen als je geen rapper was? In de coffeeshop werken. Oké, ik had wel iets diepgaanders voor je bedacht, voor je in petto. Weet je dan? Nou ja, mocht je rappercarrière niet helemaal soepel verlopen. Ja, ik dacht gewoon aan coaching of zo. Gewoon iets met, zeg maar, jongeren en dan talent, weet je, ontwikkeling. Ik denk, zeg maar, die kant. Althans, dat had ik echt, zeg maar, voor. Ja, als ik dat niet, als ik nu opeens niet meer zou, of als ik in mijn leefzak was, zoiets te doen, denk ik, ja. Hoeveel exen heb je ben je daarmee de vriend? Ik heb één ex. Nou, ben je wel de vriend mee, toch? Dat is ook moeilijk voor mijn kind. Dus, dan heb ik hem goed geregeld. Hoe kan Anouk jou echt jaloers maken? Door alleen maar al naar een andere guy te kijken. Kleren of zo? Bijna. Sneakers. Kleuren en zo die niet in jouw maat zijn en die Ik wil altijd schoenen die eigenlijk wel vrouwenschoenen zijn, dus niet in grote maat zijn. Ja. Die kan zij altijd nemen en ik niet. Dus ja. Ik denk, wat een kut. Dus ja, klopt. Wat is volgens Anouk je aller slechte gewoonte? Gewoon tus moet het zijn, denk ik. Dat ik dingen kwijtraak. Dat ik thuis misschien niet genoeg opruim. Dat ik altijd kleren laat slingeren. Dat ik dingen vergeet. Ja, dat een beetje. Ja, chaotisch inderdaad. Chaotisch, ja. Wat zou je vaker voor Anouk mogen doen? Opruimen gewoon. Dat sowieso. Zeg maar. Ik moet mijn naald knippen. Zo gaat ik mijn naald moeten knippen. Ik heb het niet wel gedaan. Maar ja. Nee, ik zei dus van, ik ben best wel gewoon een control freak. En ik probeer, zeg maar, altijd alle touwtjes in handen te hebben. En ik probeer heel veel te regelen. En dat ik het, zeg maar, soms wel fijn zou vinden als jij gewoon spontaan, zeg maar, uit jezelf zou zeggen van. Ga zo diep. Ja. Gewoon makkelijke dingen kiezen. Nee. Oké. Okay. Ja. Ja, gewoon dat je dat soms, zeg maar, uit handen neemt. Maar gewoon een beetje spontaan en ook een beetje uit mijn comfortzone. Wel een high five hiervoor. Ja, precies. Oké. Wie heeft wie versiert en hoe? Zij heeft mij sowieso versierd. Ik vroeg je wel als eerst om te chillen. Dat wel. Maar uiteindelijk heb jij wel de eerste move gemaakt. Nee, dat is niet waar. Jawel. Nee, dat is helemaal niet waar. Jij hebt mij voor het eerst gezoend en je weet dit. Wel. Dit hier onder het laatste over. Dat weet je donders goed. Jij hebt mij voor het eerst gezoend. Nee, helemaal niet. Wel. Oké, okay, waar was het dan? Ze hebben mij voor het eerst gezoend. In Paradiso. En ik had gekotst. Ah, en ze wist dat ik gekotst had. Dus het is vies. Waar ben je het meest trots op? Waar ik het meest trots in ben dan, toch? Op Zion? Ja. Wie van jullie kan het best met geld omgaan? Soms. Nee. Niet heel soms, meestal. Meestal kan jij wel het beste met geld omgaan. Ja. Maar soms is het wel heel verstandig, maar dan stuurt ze toch even een foto van een Louis Vuitton tas of zo. Of Instagram naar me toe van, als een kleine stille hint van, oh, dit wil ik. Nee, ik vind ze gewoon mooi en ik weet dat jij dat ook kan waarderen. Waar ging onze laatste ruzie over? Meestal gaan onze irritaties en ruzies wel ook een beetje over opruimen en zo. Ja, eigenlijk wel, ja. Zeker best wel oké gedaan, jawel. Mm-hmm. Wel een paar dingetjes waar. Waar we het zo meteen nog even over gaan hebben. Ja, waar we het zo meteen nog even over gaan hebben, inderdaad. Thanks, jongens. Nou, jongens, bedankt voor het kijken. Like en subscribe. Vergeet niet te liken. En volg allemaal. Panda Express op Instagram. En Boekoe Sam. Want ze wil meer followers. En hij ook. Op zich.